Dit gaat... misschien dit? Of hebben we het hier al over gehad? Hoe was de tijd voordat alles digitaal was? Ja, je weet niet beter. Ja, is dat tegen... Dat ik vroeger ging checken of iemand thuis was, ging ik letterlijk alle deuren langs. Oh ja, klopt. Ja, ging ik daar aanbellen, daarbij bijvoorbeeld Pietje, en dan, nou, die was niet thuis. Dan ging ik daar weer, André, oh, die was ook niet thuis. Ging daar weer, neefje van mij, oh shit, die is ook niet thuis. Oh shit, die is wel thuis. En dan zeggen die ouders, hey, kom naar binnen en dan ga je chillen. Of je belde de huistelefoon. De huistelefoon, ja, kan klopt. Kan Jantje buiten komen spelen? Ja. Of kan ik langskomen om te spelen? Ja, ja, klopt. Halen maar, mensen elkaar nog steeds aan de deur op? Of hoe? Nee, meestal werd er toch gewoon besproken, zeg maar, tijdens schooltijd. Van, hey man, kunnen we na school bij jou spelen? Ik vond dat zo gruwelijk altijd. Gewoon bij iemand spelen. Oh man, dat je zo bij iemand thuis komt en dan had hij een PlayStation 1 staan met games die je nog nooit had gespeeld. Maar het gras was altijd groener. Altijd? Altijd. Echt van, al zeiden ze van, kunnen we een keer bij jou langs? Nee man, dat is tering saai bij mij. Terwijl bij jou vonden ze het fucking gruwelijk. Ja, 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 precies. Omdat hoe jij je voelde bij hun thuis, ja, dat is exact hoe zij zich bij jou voelen. Maar bij iedereen had je ook ander beleg en zo. Juist. Dat je zo bij iemand kwam en dacht je, kut, ik moet pure chocolade eten of zo. Pure hagelslag. Ja. Terwijl nu vind ik het super chill. Ze hebben alleen hartigs. Kut. Ja, 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 klopt. Ik wil geen kaas op brood. Kut. Oh man. Op een gegeven moment had wel zo, ik hield fucking veel van kipfilet. En zo'n... moeder van zo'n basisschool, mattie van mij, die had gewoon kipfilet gekocht op een gegeven moment. Die had gewoon in de koelkast liggen voor als ik langskwam. Oh shit. Ja, fucking chill. Dat is tering chill. Ja, man. Ja. Ja, dat zijn die mooie dingen, hoor. Ja. Maar die tussen de... Had jij ook tussen de middag dat je vrij was? Ja, 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 ja. Dat is... dan had je toch altijd een uurtje of zo. Ja. Dan ga je even snel naar huis, ga je even eten en dan moet je weer terug. Juist, juist. Ja. Maar dat vaak tussen de middag was het... ik ben jou of jij bij mij. En dat kon je... Ja. ik ben jou, jij bij mij. Ja, ja, ja. En dan ging je zo chillen, spelen. Vooral ook veel met Pokémon kaarten, herinner ik me. In zo, mijn jeugd. Ja. Hoe heet het? Ik weet die... Die wedstrijdjes die je altijd deed. Dan zo'n kaart dicht bij de muur gooien. En hem helemaal verneuken. De kaart helemaal opfokken. Het slaat nergens op. Maar dat deed je ook altijd met je weggooikaart, zeg maar. Van, ja. Oh, we gaan voor deze. Oké, wacht, ik pak mijn gooikaart. En die was dan helemaal, de randjes was helemaal naar de kloten. Die was helemaal zo gebogen, sompig. Omdat hij ook in zo'n plasje in modder had gelegen. Oh man, ja, dat gooien houden. Jezus. In dat opzicht zou ik best wel zoiets wel weer willen sparen of zoiets. Lijkt Magic. Me best wel ja, nou ja, kan je Magic sparen. Jawel, waarom niet? Ja, op zich. Maar dat leeft nog steeds. Ja, maar Pokémon leeft ook gewoon nog steeds. Ja, nee, klopt. Mensen die doen nog steeds Pokémon kaarten. Maar Magic, ik zou het... Magic vind ik wel vet om dat en te sparen en te spelen. Want het is echt een hele vette game is het. Maar ik heb toch laatst nog dat ene deck gekocht. Ja. Zeiden we dat we zouden gaan spelen. Ik heb hier gewoon mijn kaarten, bro. Ja, we moeten gewoon... Fuck, we gaan gewoon spelen. Ja, we gaan even een deckje in elkaar zetten. Ja, en dan gaan we spelen. Ja. Volgende keer herinner me er even aan. Volgende keer hebben we een Magic stream. Perfect. Met zo'n camera op tafel. Oei. Biertjes erbij. Biertje. Podcastje. Podcastje. Ja, microfoon in zo'n standaardje. Ja. Yeah. Nootje, dingetje. Ik ben aan het wegsmelten, bro. Ja, morgen kom terug. Hoeveel? Wees niet zo bewegelijk. Hey, 43 minuten. Ja, maar ik kan niet stilzitten. Ik kan het niet. Wel. Oké, hebben we nog wat anders? Dan gaan ze opeens... Knallen, beuk, stampen, raggen. Ja. Eerste elektronisch apparaat, weet ik veel. Wat was jullie eerste elektronisch apparaat? Ik denk dat ik als kind als eerste met een tv of zo in aanraking ben gekomen dan. Vliegen met permanent. tv? Ja, ja, tv. Ja. Maar echt zo'n grote beeldbuis. Zo, die altijd een paar beuken moest geven. En oh, die altijd... werkt niet. Bam, bam, bam. En die zo'n piepje op de achtergrond altijd. Die... Ja, ja. Of dat je altijd gewoon met je hand zo, of met je arm ging je er zo langs. Ja. Dat je dan je armharen omhoog gingen. Ja, nee, maar dat hoor je hier ook nog steeds. Ja, 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 dat is er exact zo. Kan ik dat niet simuleren?
Wacht even. Volgens mij, hè? Dat valt buiten beeld. Ja, nee, wacht. Ik ga het... Hold up. Oké, gaat er zitten kloten. Nee, dat is nee, ik wil het laten horen of mensen dat horen. Oké. Okay. Dat geluid van hoe een oude tv klinkt. Die aan. Neem je tijd. Wacht. Ja, wacht. Horen jullie nu iets? Dit is het geluid wat oude tv's maken. Het was heel zacht. Het was zacht, maar dit is serieus het geluid wat oude tv's maken. En het is super muf. Doe nog eens. Wacht, nog één keer. Ja. Een naar piepje, man. Stop met het ding te aaien. Oké. Ik was altijd bang dat hij uit elkaar spat of zo. Wauw, als je dat deed. Ja, sommige mensen die horen het, maar sommige die horen niks. Mensen die het niet horen, jullie hebben gehoorbeschadiging. Ja, het is echt... Het was een naar piepje. Dat was toch ook een ding, dat je op je telefoon had je zo'n mosquito sound en leraren konden dat dan niet horen, maar de klas werd helemaal gek. Oh, omdat er was zo'n ding van kinderen die kunnen bepaalde decibels wel horen en oudere mensen dan weer niet of zo. Ja. Dat deden we dan wel eens in de klas, deden we dat aan. Als klootzakken deden we dat. Ja, dus zegt, hoor je dat, leraar, hij doet dit. Wat, ik hoor niks, man. Tering, nerdgedrag. Echt? Die had je waarschijnlijk dan nog gekocht bij van SMS Mug naar 6969. Ja, echt zoiets doms. Teringdom. Die shit die was vroeger duur ook. Ja, die shit was oplichting, man. Ja, echt. SMS nu en dan kreeg je opeens 25 van die beltonen erbij. Voor 60 euro of zo, weet omdat ik wel je, wat. Je zat dan vast aan zo'n abonnement. Yep, precies dat. Klootzak. Oké, even kijken. Zouden jullie nog een keer samen op vakantie willen? Sowieso. Pijn in mijn hart, Mork. Pijn in mijn hart. Herinner ons er nog even vaker aan, wil je? Kut, sorry. Ja, we zouden op dit moment... Zouden we nu in LA zitten? Zouden nu in LA zitten. Welke dag zou dat zijn? 7 juni tot en met aankomende... tot en met vandaag. Nee, tot en met morgen. 7 tot 14. Nee, zouden we niet dinsdag weer teruggaan? Nee, dit. Dit was het letter. 7 tot 14 juni zouden wij in LA zitten. Pijn, auw! En door corona, everything got fucked up. Ik zeg je heel eerlijk, bro. Achteraf dacht ik van, ik vind het eigenlijk best chill dat E3 niet doorgaat. Want dan kunnen we gewoon lekker gewoon alles doen wat we willen. Ja. Op zich, E3 leek me, dat was natuurlijk het eerste idee. Ja. En toen dacht ik van, fuck it dan eigenlijk. Dan is het gewoon vakantie. Dan is het gewoon een vakantie en inderdaad. En toen opeens, grenzen dicht. Ja, man. Fuck! Wanneer denk je dat we er wel heen kunnen? Over het algemeen is de shit weer open. Alleen Nederland of Nederlanders, die moeten gewoon thuis blijven. Ja. Omdat de rest van de wereld vindt dat Nederland er best laks mee is omgegaan. Mm. Dus wij mogen nog niet helemaal weg. Is dat echt zo? Ik heb dat eens een keer vernomen. Of dat echt zo is, weet ik niet exact. Maar is er nog steeds een ban vanuit de Verenigde Staten ook bijvoorbeeld op heel veel landen? Of is dat al inmiddels wel een beetje teruggedraaid? Oh, dat weet ik niet. Want dat had je wel. En Nederland die viel daar op een gegeven moment ook onder. Heel snel al eigenlijk. Ja. Maar ja, aan de andere kant wil je nu in Amerika zijn natuurlijk met corona 1 en die protesten 2. Ja, ga je echt vakantie kunnen vieren? Nu. Of gaan er veel dingen beperkt zijn? Ik denk heel veel beperkingen. Ja, en dat is sowieso denk ik niet een ideaal moment om daarheen te gaan dan. Nee, klopt. Dus ja, het is nog even afwachten, man. Wel jammer, want ja, LA lijkt me echt tering chill. Man. Zeker, mij ook. Alleen ja, we wachten het af. Ongoed. We hebben de vouchers De vouchers. De vouchers, die zijn een jaar geldig of zo. Dus dat is wel chill. Ja, we kijken wel even hoe ver dat komt. Yep.